zoals ik schoonheid zie is eigenlijk een driehoek. Die bestaat uit de buitenkant, de binnenkant en het mentale aspect. Mm-hmm. En ja, de buitenkant betekent dus wat je al zei. Dus zorgen eigenlijk dat je aan de buitenkant met behandelingen, producten, dingen die je ook thuis kunt doen, zo goed mogelijk uitziet. En dan die binnenkant. Ik noem dat de inside-out beauty benadering. Die vind ik net zo belangrijk. Dat is zorgen dat de binnenkant, je organen, schoon zijn en goed gevoed. En daarbij dan nog het derde aspect, het mentale. Ik heb dat de zen beauty genoemd. Dat is, ja, wat gebeurt er eigenlijk in je bovenkamer, zeg maar. Hoe kijk je naar jezelf? Ben je gelukkig? En kun je ook echt vanuit je binnenste stralen. Je wilt het bij de vakmensen houden. De technieken die ik heb ontwikkeld, dat zijn ook echt vakhandelingen. Dus je kunt een heel groot gedeelte ook thuis doen hoor, als consument. Ja. Gewoon je huiswerk. Maar echt voor de specifieke behandelingen moet je toch terecht in een goed schoonheidsinstituut die door ons zijn opgeleid. Dus dat is eigenlijk ook weer een onderdeel van die filosofie. Het gaat er ons niet om dat je zegt, nou hier heb je een cremetje. Die zorgt ervoor dat je er altijd stralend uitziet. Mm-hmm. Daar geloven we niet in. Daar hoort echt toch iets meer bij. En dat iets meer, dat is dus ook een stuk uitleg. En dat vind je erg goed terug bij de betere schoonheidsspecialist. Mensen die denken vaak dat we cosmetica maken, maar dat is niet zo. De Pascoe-producten, dat is cosmeceutica. En cosmeceutica, dat betekent producten die tussen cosmetica en farmaceutica in zitten. Allereerst is het eigenlijk bij cosmeceutica zo dat de werkzaamheid voorop staat. Dus dat is iets anders dan met cosmetica. Cosmeceutica is daarnaast voor ons onderscheidend dat het inderdaad speciale transportsystemen heeft. Waardoor de werkstoffen daar in de huid komen waar je ze precies wilt hebben. Alles wat eigenlijk niet specifiek doet om die huid te verbeteren, dat willen we liever niet in het product. Dus onze producten zijn vrij van conserveringsmiddelen, vrij van parfum, allergenen bijvoorbeeld. Alles wat eigenlijk niks bijdraagt om een huid te verbeteren, proberen we eruit te laten. We werken eigenlijk met een soort zes-stappen-plan, zou je kunnen zeggen. Dat begint met een analyse. Bij elke stap hoort een specifieke behandeling eventueel met een apparaat. Bijvoorbeeld energize, energie geven. Dat doen wij door middel van LED-technologie, met lichte therapie werken. Ja. De volgende boost, dat doen we met mesotherapie. Dat is een techniek om je huid heel intensief te voeden. Liften van de huid doen we weer met lichte therapie. Fix, verstevigen, stretchen zou je kunnen zeggen, doen we met radiofrequenties, zoals dat heet. Mm-hmm. En correct, oftewel corrigeren. Die rimpelcorrectietechniek. Zonder dat je iets inspuit, eigenlijk een rimpel kunnen corrigeren op een natuurlijke manier. Ik geloof er echt in dat er ook behoefte is aan een iets andere kijk, een nieuwe kijk op schoonheid. De nieuwe kijk is eigenlijk die schoonheidsdriehoek, dus een bredere kijk. Dus schoonheid is aan de buitenkant en de binnenkant en het mentale aspect. En die nieuwe kijk, als je dat verweeft eigenlijk in een geheel en ook nooit loskoppelt. Dus als het een niet goed functioneert, werkt het voor het andere ook niet. He, dus als je voeding, de binnenkant niet goed op orde is, dan kun je werken aan die buitenkant wat je wil, maar dan klopt het gewoon niet. Nee.